Hoe heb je dit programma er vandaag uit? We zijn daar redelijk stipt op tijd begonnen. 11:30, introductie. Ik ga dadelijk nog wat resultaten laten zien van een onderzoek wat wij laatst hebben gedaan. En dan hebben verschillende van jullie ook een sessie over Hardware Info Magazine. De meeste sessies nogmaals aan het eind van deze wang. Pak de trap op de lift en hier de wacht in de trappen. En ik zal je zo meteen laten zien. Dan hebben we ook een mooie visual daarvan. Maar welke van de twee is Adobe RGB en welke is sRGB? Hitachi is niet lekker gecalibreerd, want ik heb hier een beetje een magenta zweem. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou je alle gradaties van wit naar zwart moeten kunnen identificeren. En dan zonder dat je een mooie braze vlek hebt, want op mijn schermpje daar zie ik dat die krijtwit is. Hier hetzelfde. Volgens mij vindt deze projector dit kleurgebied, dat hij net naar grijs gaat, iets spannend. Dus het is een beetje gek om een workshop of iets te vertellen over kleurkalibratie als dit een klein beetje iffy is. Maar dit is wat mij betreft super. Gewoon de losse VGA-kaart in de midrange. Ja. Echt een externe mode, deze kant op, maar hier wordt het klaar. Deze keer ook een probleem gehad met name, zie je dat voor jou, ik moet het proberen. Ik heb een vraag, hebben jullie allemaal zelf eigen bouwsystemen ook? En zo ja, wat voor setup hebben jullie? Bijna heb ik te zeggen. Ik heb een eigen laptop thuis. Ja. Heel veel eigen bouwen, het systeem erop. Midden binnen de verhuizing, wat je misschien wel een oorlog of een plaatje hebt gezien, dus weinig getest op de deur. Hè. Veel van de mensen bij Hardware Info gelukkig wel. Misschien een leuk weetje, als we mensen aannemen, zeker ook als we stagiairs aannemen. Bij veel bedrijven is dat van, joh, wie ben je, wat zijn je hobby's, oh, zit je op voetbal, wat leuk. Maar bij ons doen we dat iets anders, we leggen altijd een moederbord op tafel en dan zeggen we, vertel hier eens wat over. En dan als iemand dan zegt van, oh, dat is Space Express en daar gaat de processor en dat is DDR4 en volgens mij is dit van een Core i7, I don't know what, en dan zegt, nou, perfect, je bent aangenomen, vertel maandag maar hoe je heet. Dus we zorgen er hier wel voor dat het wat dat betreft qua kennis en liefde van componenten dat het wel goed zit. Bij iedereen die hier rondloopt zou een stage kunnen lopen. Dankjewel. Ik zie je elke week op Hardware Info. Ja, jij bent partner van Hardware Info. Ik ben heel blij dat heel veel mensen Hardware Info TV kijken, maar het is maar bij ring en zo knol. Het komt wel eens voor, maar zeker niet dagelijks. Maar ik verwacht niet dat die markt voor mini-tics en micro-tics veel groter wordt. Al is het ook maar dat misschien ook mensen die juist voor mini-tics juist een heel klein systeempje willen. Die hebben ook heel veel andere opties bijgekregen. Er zijn natuurlijk heel veel kan-en-klaar heel kleine systeempjes als je dat wil. Dus ja, dat is dus de reden voor het kleine formaat ook weer een beetje afgenomen. Hallo, ik ben Chris. Ik had nog even een vraagje. Het gaat over een NAS. Ja? Ik ben aan het kijken voor een zelfbouw-NAS. Een zelfbouw-NAS? Ja, kijk, mijn vraag is of je daar eventueel misschien ook in de toekomst aandacht in een free NAS of iets in die zin. Ja, het is een beetje de markt die zelfbouw-NAS is een beetje de markt die een beetje uitstervende is. Je hebt natuurlijk jaren terug, die je nog kent, Windows Home Server. Dat was daar een ideaal besturingssysteem voor. Dat heeft Microsoft om uiteindelijk wel de reden die ik ook wel begrijp is besloten om daar stekker uit te trekken. Je had dat FreeNAS, maar dat is nog niet meer zo groot als het was. Maar wat je natuurlijk ziet is wel dat de Synology en de QMaps van deze wereld, die hebben dat gewoon softwarematig zo goed voor elkaar. Dat er steeds minder reden is om zo'n ding zelf te bouwen. Dat je het eigenlijk voor het geld niet zelf te bouwen. Want dat kastje van Synology, die doen het goedkoper met alles op en aan. En qua software krijg je het zelf nooit zo kloppend en goed voor elkaar als ook dat soort partijen. En tel er ook nog eens bij dat natuurlijk het gros van de markt een shift maakt naar cloud storage. Wij natuurlijk niet, want wij knutselen liever zelf en afschrijven en helemaal vol stoppen en alles wat je wil denken. Maar zeg maar, oom Jan en tante Truus die denken, ik gooi mijn foto's wel op Google Foto's of OneDrive en dan staat het ook veilig. Het begint een beetje een markt te zijn die iets minder groot is. Begrijp ik?
Dat je eigenlijk dat apparaat die transistor erop neemt, ja. Maar of dat voor de efficiëntie goed komt te worden, maar is natuurlijk ook een beetje. Je ziet dat het lastig wordt, en dat komt voornamelijk omdat die productieprocedures, die transistors, die zijn steeds kleiner geworden. De eerste Intel-processor, de 8086, ik heb het laatst nog eens teruggezocht, 2 of 3000 transistors. De 8086 geloof ik 20.000. En tegenwoordig zitten we over miljarden, nog tientallen miljarden transistors. En die worden zo verschrikkelijk klein, dat op dit moment bij de productieprocedures die nu zijn, dat de gate-dikte, een onderdeel van die transistor, is dat 5 atomen dik. Daar kun je niks meer bij voorstellen hoe dat geproduceerd moet worden. En het doel van Intel was om iedere 2 jaar een nieuwe productieprocedure te maken. Dat hebben ze jaren volgehouden, van 22 naar 14 nanometer en vroeger naar 3 nanometer. 10 nanometer had er al in 2016 moeten zijn, volgens de oorspronkelijke roadmaps van Intel. Nou, het is nu 2018 en er rollen wel een paar 10 nanometer chips in de band, maar dat is allemaal nog prototype een beetje rondluistert, schijnt er meer niet te werken dan wel. En ze zeggen ook dat het pas eind volgend jaar is dat ze verwachten dat 10 nanometer echt in productie kan. Dus dat is 3 jaar na de geplande introductie en dus 5 jaar na de vorige stap. Maakt de transistors niet meer kleiner, maar gaan gewoon stapelen, 32 lagen dik, 48 lagen dik en op die manier kop je er ook meer in. Dan kunnen wij van andere manieren bedenken om chips sneller te krijgen. Meer cores, slimmere caching, betere algoritmes, betere branch prediction, noem het allemaal op. Nou, je ziet wel dat ze daar nog steeds geslagen hebben. Processen worden ieder jaar sneller. Maar de tijden dat het proces was tientallen procent per jaar sneller nadruk, die zijn helaas voorbij. En die zie ik ook niet heel snel weer terugkomen, om mee te zijn. En die markt van gamers die is echt gigantisch nu. Dat vragen alle fabrikanten die daar staan. En dat is echt een hele grote markt. En tegelijkertijd wat je ook wel ziet, is dat zeg maar, hardwarefabrikanten niet graag een boot missen. Dus je ziet ook wel vaak dat één fabrikant ergens bovenop springt. En dat dan de rest het heel snel ook gaat doen. En soms stoppen ze er allemaal na 2 jaar mee, omdat het echt een slecht idee bleek, wat iedereen had geprobeerd. En die allemaal waar we mee kon stoppen. Ik zou zeggen dat RGB is nu echt al de nodige jaren. Maar is het al sinds een jaar of 4 dat echt in opkomst is. En die trend wordt niet minder. Als wij nu ook weer begin juni op de Computex-beurs in de Tuin 2 rondlopen, waar alle grote hardwarefabrikanten nieuwe producten laten zien. Ja, dan zie je echt weer, bedenk dit en je ziet het met RGB-belichting. En er is markt voor, dat is een feit. Wij zien dit ook in de prijsvergelijking. Dat de producten die. Er zijn genoeg mensen die erop doorklikken. Alleen niet iedereen vindt het fijn, niet iedereen vindt het mooi. Dus gelukkig blijft er ook nog genoeg hardware over die zonder RGB. Maar gaf iemand bij de lift, zei zojuist tegen mij, omdat ik natuurlijk niet zie dat de interesse voor printers tegenwoordig niet meer zo groot als die zijn. Misschien komt het wel omdat dat juist de productgroep is waar er geen RGB-verlichting in zit. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Wat er op consumentengebied gebeurt, lijkt met name toch gewoon van die filamentprinters. Dus van die rollen met toch wel PLA of ABS. Wat verhit wordt en wat in laagjes wordt opgebouwd. En dat andere technieken, hoewel wat goedkoper beginnen te worden, langzaam nog altijd wel gewoon, ja, gewoon prijzig zijn. Dus voor mij is het wel een typische product voor wat mensen wel leuk vinden, maar wat eigenlijk niemand koopt. Ja. Je kunt het maar net nodig hebben. Dat is het punt. Ik bedoel, wij hebben er hier zelf een aantal staan. En dan af en toe als je iets nodig hebt, kijk je bijvoorbeeld Thingiverse of er iets op staat. Maar in 3D modelleren, hoewel het met onder andere de 3D Paint die tegenwoordig in Windows 10 zit, redelijk makkelijk is om rudimentaire dingen te maken, vereist toch wel wat kennis om echt iets in 3D op te bouwen wat klopt. Dus ja, de vraag is, laat het vooral tijdens de magazine sessie weten die jullie wellicht nog krijgen. Of je dit soort onderwerpen of je er meer van zou willen zien en zo, ja, wat er. Of spreek mij straks aan als je me nog even tegenkomt op wat je over dingen als 3D printen zou willen weten. Want u vraagt wij draaien, zou ik bijna willen zeggen. U vraagt wij testen, ja, in dit geval. Veel productgroepen, die testen we ook, ja, ik zou bijna zeggen aan de lopende band. Videokaarten, monitoren, routers, daar gaat zoveel van door. We kunnen fabrikanten wel vragen van stuur het op, maar we willen toch eigenlijk alles getest hebben, dus er komt dan alles wel binnen. Vaak gaan we natuurlijk wel binnen de redactie bedenken, nou, we willen nu een vergelijkingstest van een bepaald iets. En dan gaan we het ook gewoon zelf aanvragen. Dus dan bellen of mailen we alle fabrikanten van, we gaan nu een test doen van, weet ik het, 27 inch ultra HD monitoren of van betaalbare laserprinters, ik noem maar wat. En dan gaan we alle fabrikanten bellen en mailen.
eigenlijk in 98% van de gevallen is het allemaal nou, prima, komt eraan en morgen heb je het in huis. Ja, bedoel, we doen natuurlijk ook al een paar jaar, dus we hebben met eigenlijk alle fabrikanten goede contacten. Heel soms zeggen fabrikanten dat willen we niet opsturen. Dat is voor het algemeen voor ons een teken dat we extra geïnteresseerd zijn in dat product. Dus gelukkig hebben we ook goede contacten met enkele webshops. Dus als we echt graag wat willen testen en we kunnen het van de fabrikant niet krijgen, dan kunnen we het vaak lenen van een Coolblue, van een Alphanate, van een A17. Ja, eigenlijk alle grote webshops onder de knop, dus dan kunnen we het zo niet wel regelen. Dus het komt eigenlijk gelukkig bijna nooit voor dat we iets willen testen en dat het onmogelijk is. De vraag naar flashgeheugen op een gegeven moment echt enorm gestegen is. Dat nam, ieder jaar nam dat wel toe. Maar wat je op een gegeven moment ziet is dat vooral in smartphones meer en meer geheugen kwam. Nou, waarin zijn dat ook flashchips. Dus de Apples van deze wereld die staan ook gewoon bij overal aan de deur te kloppen van wij hebben chips voor onze iPhones nodig. Samsung die natuurlijk zelf dat soort chips maakt, die weet gewoon, nou, we hebben een groter gedeelte van wat we kunnen maken hebben we zelf nodig. Dus dat is reden 1. Een ander voorbeeld van reden 1 is dat je ziet dat ook in de laptop en de servermarkt, zeg maar sinds 2 jaar geleden worden SSD's en gelukkig ineens gebruikelijk. Als je 3 jaar geleden in de mediamarkt binnenliep, dan zag je daar 50 laptops staan en als je heel goed ging zoeken, zaten er 2 tussen met een SSD. Tegenwoordig als je de mediamarkt binnenloopt moet je gaan zoeken naar een laptop waar geen SSD in zit. Dus die vraag is ineens enorm toegenomen en dan is het gewoon vraag en aanbod. Hoeveel fabrieken zijn er en hoeveel kun je maken. De andere belangrijke reden is dat, waar we het ook al een beetje over hadden met die vraag over de wet van Moore, is dat al die fabrikanten van flashgeheugen bijna op hetzelfde moment de overstap gingen maken van standaard 2D flashgeheugen, dus alle transistors, alle geheugencellen naast elkaar zitten, naar 3D, waar ze het stapelen. En dat klinkt heel makkelijk, dat je denkt van weet je, laag je en zet er nog wat op. In de praktijk blijkt dat toch wat lastiger. Ik snap waarom ze allemaal dat tegelijkertijd wilden gaan doen, want je wil natuurlijk voorkomen dat als je concurrent op 3D zit en jij hebt nog de 2D technologie, dan heeft die concurrent ineens enorm voordeel in zijn productiekosten. Dus dan ga jij het zeg maar uiteindelijk op de prijs niet meer winnen, dus je moest allemaal wel tegelijkertijd. Maar alle fabrikanten, ook Samsung, maar ook Micron, ook Hynix, al die flashfabrikanten zijn allemaal tegen verschillende problemen aangelopen. Dat merkte je aan alles. Bij Samsung was het op een gegeven moment zo dat de duurdere SSD's wel 3D waren, maar de goedkoopste, die 750 serie, was toen nog 2D. Nou, dan weet je al dat ze niet genoeg kunnen produceren om het volumeproduct ook 3D te doen. Bij Toshiba heeft het lang geduurd, bij Micron heeft het lang geduurd voordat dat 3D echt goed ging draaien. Nou, inmiddels is dat allemaal achter de rug. Volgens mij alle flashfabrikanten die hebben die 3D productieprocedures nu goed draaien. En dus zie je ook dat de hoeveelheid chips die van de band rollen neemt gelukkig weer toe en daardoor nemen die prijzen weer af. We kunnen daarin ideale scenario's nabootsen, omdat je dus letterlijk geen invloed van buitenaf hebt. Voor de hoogste waarde van alle dagdelen pakken we van al die hoogste waarden pakken we een gemiddelde. Kijk. Een toetsenbordtester, eigenlijk is het een texture analyzer. Je kunt het voor meerdere dingen gebruiken. Wij gebruiken het voor toetsenborden. We willen heel graag alle conclusies bij de reviews of hard info baseren op objectieve test- en meetresultaten. En toetsenborden was eigenlijk een van de laatste dingen waar dat niet kon. Dus waar gewoon de redacteur moest gaan zitten en die tikte een beetje en die zei dan, hij tikt wel lekker. Nou, daar word ik niet blij. We hebben er nog maar iets voor bedacht, met een buisje waar we dan zandkorrels of suiker of zo. En dan kon ik niet weten hoeveel gram je nodig had om een toets in te drukken. Drukt hij een toets in, naar onder, dan komen dit soort grafiekjes uit. Op de x-as zie je de afstand. Dus hoe ver de toets ingaat. Bij de meeste mechanische toetsen worden het ongeveer 4 mm. Dus van 1 tot 4 mm. Nou, 2 redenen waarom we dit hebben. Enerzijds is dat we zeg maar, nu niet hoeven uit te leggen hoe het voelt, hoe een toetsenbord tikt, maar het gewoon inzichtelijk kunnen maken. En dat je daar als lezer ook wel aan hebt. Maar een belangrijk ding hier ook bij is dat we deze test doen op alle toetsen van het toetsenbord. En je ziet dat zeker bij goedkope toetsenborden dat er heel veel verschillen tussen zitten. Dus dat je bij de ene toets moet je dan bijvoorbeeld 40 centinewtons druk je dan uit aan kracht zetten om hem helemaal in te drukken. En bij een andere toets, die er misschien vlak naast zit, hoef je maar 20 centinewton. En als je dat... Weet je dat verschil bij hem? Dit valt in de categorie monnikenwerk, of niet? Daar hebben stagiairs voor. Een Jerry Switch zet fabrieks af een maximale afwijking van 15 gram vanaf de fabrieks waarde. Dus als die switch 55 gram moet zijn, dan is de maximale afwijking 40. Maar dat komt eigenlijk niet voor. Wat we hier meten is nou, 7, 8 centinewton. Dat is wel een beetje het maximale verschil.
best wel niet te winnen. Maar goed, Switch die van AliExpress, dat was hij net een ander. En we zien gewoon verschillen tussen goedkoop en duur. En weet je, hoe kleiner de verschillen zijn, hoe meer het gelijk is. Ja, kun je zeggen hoe degelijk het toetsenbord is, maar ook hoe lekker het tikt. Maar het toetsenbord moet nu wel iedere keer met de hand verplaatst worden. Dat is nog niet geautomatiseerd. Ja. Stukje Lego, cameraatje en... Mijn stagiair. Als je ooit nog eens afvraagt waarom betaal ik mijn abonnementsgeld bij Hard Info Magazine, dat is onder andere zodat we dat soort tests kunnen doen. Ja. In deze hoek hebben we alle apparatuur staan om voor het testen van voeding in. Dus dat zijn load generators om echt tot 1600 watt aan vermogen uit de voeding te kunnen trekken. Er zit een heel professionele, dat apparaat daar bovenop, een heel professionele stroommeter die tot de 3 getallen achter de komma nauwkeurig is. Dus dat we die efficiëntie ook echt kunnen meten en berekenen. Scope staat erbij voor de ripple en de noise. Dus, de brandblusser. Ik moet zeggen, dat is lang geleden dat er hier nog eens wat in de fik is gevlogen. Budget knaken merken had, waarbij we hebben dus of gezien dat de voeding gewoon ontplofte, dat er gewoon een steekvlam uit kwam en klaar. En we hebben ook wel eens gezien dat gewoon de kabels begonnen te smelten. Dat vond ik heel spannend. Maar dat is echt jaren terug hier dat gewoon nog eens gebeurd is. Hoe goed kan die koelen? Hoe goed kan die warmte naar buiten loodsen? En wat is de geluidsproductie? Het aantal moederbordjes gemodificeerd. Dat in plaats van processor zitten er vermogensweerstanden in. Hier ook bij 2 videokaarten, waar normaal de GPU zit, zitten hier ook 2 vermogensweerstanden. Het mooie van de weerstanden is de spanning die je erop zet. Uiteindelijk het vermogen wat hij opneemt wordt 100% omgezet in warmte. Dus je kunt gewoon precies zeggen, doe zoveel watt, doe 100 watt of 50 watt of wat we ook willen. En daarmee kunnen we het altijd op exact dezelfde wijze kunnen we kassen testen. En daar gebruiken we die dingen voor. Huisje natuurlijk wordt het wat warmer is dan daarbuiten. Dus constant 35 graden omgevingstemperatuur, de simulator met de koeler erin. En op die manier kunnen we heel nauwkeurige en kloppende luchttests doen. Deze toren zijn onze testsystemen voor SSD's. Een SSD goed wil testen, sommige tests duren echt meer dan een dag. En de Hard Info TV is in april uitzending. We hebben een uitzending van 24 uur gedaan waar we er lekker naar bleven kijken. In het echt, in het 4 systeem waar we het aan kunnen zetten. En je gaat wat anders doen en een dag later heb je de getallen. Wat je heel erg ziet is dat er zijn veel andere sites die draaien gewoon 2-3 simpele testjes. A, SSD en wat andere schrijven de getallen op en zeggen nou deze is goed en deze is niet goed. Maar juist bij SSD's is het zo dat je pas echte verschillen gaat zien als je ze langdurig belast. Dus als je meerdere keren volschrijft. Als ze helemaal vol zitten en dan nog een benchmark opzet enzovoort. Dus de test die wij doen, de langste test duurt een dag en bij een langzame SSD zelfs anderhalve dag of meer. Waarbij die meerdere keren wordt gevuld, op verschillende punten de benchmark nu wordt gedraaid. En dan echt gewoon na uren zie je dan echt het verschil tussen de goede SSD's en de wat minder. Hier hebben we een testopstelling met HDR monitor, een nieuw HDR scherm van Philips. Maar het mooie van dit scherm is dat het een van de eerste HDR 1000 schermen is. Oh. Dus die kan tot 1000 nits aan licht opbrengst. Je ziet het hier ook bij deze demo van Far Cry 5 dat vuur is echt een stuk feller dan normaal op een scherm. Het is hier aangesloten op een Vega 64 geloof ik, AMD kaart. AMD en Nvidia kunnen dat tegenwoordig allebei. Dus je ziet nu dat de HDR-scherm, dat begint eindelijk een beetje gemeengoed te worden. Het is wel nog redelijk prijzig, maar daar verwachten we wel dat snel omlaag kan. En dat is wel echt nu de next big thing. Deze demo hier is gaming op 12K. Dit zijn 3 4K schermen op een opstelling met 2... GeForce GTX 1080 Ti's. Als je zet liggen kun je ze ook maar net zo goed gebruiken. Ja, precies. Dus Formula 1 2017, wat in ieder geval bij zo'n opstelling goed draait. Sowieso zijn dit de testopstellingen die we gebruiken voor videokaarten. We hebben hierboven in dit rekje eigenlijk iedere courante soort videokaart en ook de net wat minder courante kaart hebben we liggen. We hebben ons sinds begin dit jaar voorgenomen om echt minimaal 3 keer per jaar alle kaarten compleet opnieuw te testen. En voor het idee, we testen echt iets met iets van 14 of 15 games geloof ik. Dat allemaal in 6 settings, 3 resoluties en medium en high.
veel tests moet je ook nog meerdere keren doen om er een goed gemiddelde uit te krijgen. Dus al met al is het project van, zeg maar, zo'n hele nieuwe set benchmarks, is een project van anderhalve maand ongeveer. Gewoon een aantal stagiairs die als werk hebben de hele dag gamen, maar dan wel getalletjes opschrijven. En het nadeel is dat meer en meer games zijn heel lastig te benchmarken. Vroeger zat gewoon in veel games gewoon een standaard benchmark, dan kon je zelfs scripten en dan was het gewoon commando geven, je hoefde niks te doen en dan rolde het getal uit. Maar nu bijvoorbeeld de games die echt super populair zijn, die Battle Royale games, PUBG en Fortnite, dat is gewoon eigenlijk niet te benchmarken. Dus dan moet je echt of heel specifieke scènes gaan zoeken waar je wel iets kunt doen wat altijd hetzelfde is, of test gewoon 10 keer gaan doen en dan een gemiddelde pakken om zo nog een kloppend getal te hebben. AMD B450 moederborden die zijn afgelopen week binnengekomen, dus die gaan nu de test door. Eerst de ASRock videokaart. Die zijn nu komen. Ja, maar sinds 1 juli nu wel. Dus daar zijn we mee bezig. Maar wat ook nog wel even leuk. Oh, een beetje gas geven. Wat wel even leuk om te laten zien is. Half uur is kort, hè? Ja, is heel kort. Ja. Dit is onze zelfgebouwde tester om het stroomverbruik van processors geïsoleerd te kunnen meten. We hebben nu een kastje wat we ertussen kunnen zetten, wat echt gewoon geïsoleerd puur het stroomverbruik van de processor eruit haalt. Koelerfabrikanten, CPU-koelerfabrikanten, is dat ook de maatstaf? Ja. Dat is maximum. Ja. En daarom. Weet je, wij maken ons er ook schuldig aan, want dit is een heel ingewikkeld verhaal. Wij noemen het ook heel vaak het maximale stroomverbruik. En ergens klopt het ook wel en ook weer niet. Maar zeker omdat een hele range heeft vaak dezelfde TDP. Mm-hmm. En dat ik maar de lagere daarvan, dat vak niet. Testen we hier al laptops, dat is zo geëxplodeerd. We doen er tegenwoordig 400 of 500 per jaar. Op de zesde verdieping nog een heel stukje erbij hebben gepakt. Van tafels die vol met laptops staan, dat is echt fabriekse maat. Daar zou Henry Ford jaloers op zijn. We gaan ook dan de televisies testen. We hebben een test van high-end televisies. Twee van die televisies staan hier. Ze staan hier nu toevallig alleen maar OLED. Dat is echt toevallig, want de high-end LED die we hadden, die is terug. Terwijl we hier nog mee bezig zijn. We hebben daar de instap OLED voor 2018 van Panasonic staan. Dit is de C7, dus de betaalbare OLED van LG van vorig jaar, die nu ook echt in prijs omlaag aan het gaan is. En dit is de opvolger daarvan, de C8. Eigenlijk qua panel zit er niet heel erg veel verschil en ook qua performance. Als jullie het magazine hebben gelezen, zou jullie hebben gelezen dat eigenlijk in het high-end segment de keuze tussen goed en heel goed is tegenwoordig. Dus dat het wat dat betreft niet heel spannend meer is. Wat wel even leuk is om te laten zien, om te laten zien dat het ook echt zo is, is dat bij OLED, het grote voordeel van OLED is het feitelijk oneindige contrast, omdat zwart echt zwart is. Je ziet het hier bijvoorbeeld in die zwarte balken bij Stranger Things. Dit is trouwens Stranger Things vanaf Netflix in HDR. Uh-huh. Dit is een HDR-demo vanaf een USB-stick. En hier ga ik ze even wat anders laten zien nog. Het voordeel van OLED is dus dat perfecte contrast. Dus zwart is echt zwart, omdat elke pixel zelf oplicht. Ook de kijkhoeken zijn perfect. Ook kijk je van opzij, blijft dat contrast en ook de kleurweergave blijft gewoon goed. En dat is bij LCD-televisies minder het geval. Er is eigenlijk ook een nadeel aan OLED en dat is naarmate er een groter deel van het scherm helder moet zijn, er minder helderheid beschikbaar is. Dus je kan zien dat er is een bepaalde hoeveelheid energie, die kan ofwel heel klein geconcentreerd worden, dan heb je iets heel helders, of het moet over een groter deel uitgesmeerd worden. Nou, dat kunnen we met onze colorimeter en software die we hebben inzichtelijk maken. Dit is nu een SDR-modus en je ziet een vakje steeds groter worden waarbij we meten hoe helder het scherm is. Nou, je ziet de resultaten hier op de laptop binnenkomen. Van 2 naar 5, naar 10, naar 25% houdt hij in alle gevallen 250 nits. Dus 250 kandelen per vierkante meter haalt hij. Moet het scherm volledig wit zijn, dan blijft hij op ongeveer 150 zitten. Zo, want als je dit bij een Samsung QLED, wat feitelijk een LCD is, doet, bij een van de duurdere, dan haal je hier nog steeds 800 nits. Dat is mogelijk. In HDR zie je dat de verschillen groter zijn op OLED. En daar is het verhaal van Samsung iets beter. Ik vind het zelf persoonlijk nog altijd niet het allerbeste verhaal. Maar als we de test nu opnieuw doen, zie je een klein vakje. De televisie herkent nu HDR. Dit is nu 800 nits bij deze televisie. Dus heel erg helder. Maar je ziet tegelijkertijd dat naarmate het scherm groter wordt, dat tot en met 10% houdt hij dat ongeveer vast. En dan kakt het ineens heel erg in. En zeker als het scherm helemaal wit is, dan zie je dat het eigenlijk in vergelijking met wat je net zag, dat het een beetje grijzig lijkt. En ja, gebeurt dit in de praktijk vaak? Kijk je vaak naar hele witte beelden? Nee. Aan de andere kant, bij wintersport zijn dit soort dingen wel mogelijk. En ook als je in de ruimtes kijkt met heel veel licht om je heen, dus bijvoorbeeld gewoon naast een groot raam waar je televisie gewoon uit jezelf extra helder zet, heeft OLED gewoon wat minder reserve in de power als wat LCD heeft. Ik zie zelf liever gewoon dit wat je hier dus ziet, het complete zwarte rondom een helder witte stip, wat met LCD een stuk minder goed, een stuk minder makkelijk te behalen is. Dus wat mij betreft slaat het voor de absolute doorrichting OLED, maar beide technologieën hebben dus
voor- en nadelen. En dat, de voordelen, maar dus ook de nadelen van OLED hier vandaag hebben. Als we die hadden gehad, had ik daar wat meer over kunnen laten zien, maar dat is er op dit moment even niet. Dat was het verhaal wat betreft televisies in een notendop. Zitten, praten, opnemen, daarna de kaartjes eruit en dan wordt het achteraf gemonteerd. Ja, we hadden het al over de greenscreens. Voor de mensen die vorig jaar hier ook waren bij de rondleiding, toen ik een heel verhaal dat we bezig waren met 10 schermen die we hadden. Die hadden we toen ook al staan. Van Samsung, waar ik een hele achterwand van schermen gaan maken, waar allemaal hippe dingen op konden projecteren. En dat zou helemaal de bom worden. Zijn we ook daadwerkelijk mee in de slag gegaan, bleek in de praktijk gewoon niet haalbaar. Omdat we hebben zelfs mensen van Samsung hier over de vloer gehad om het te proberen om een kleur gecalibreerd te krijgen. Maar dan was die weer te warm en niet te koud en niet te geel en niet te groen. En toen dachten we, nou, daar ga ik gewoon helemaal mee stoppen. Want het blijkt dat die greenscreen, het werkt perfect. Je ziet gewoon echt niet dat het achter voor een greenscreen wordt opgenomen. Het is tegenwoordig in Premiere zo simpel, je drukt op 3 knoppen. We hebben dat gewoon als macro klaarstaan en hop, het zit erachter. Dus we dachten, ja, we kunnen het nog moeilijk doen. Dit werkt gewoon perfect. Dus misschien dat we ze binnenkort iets netter gaan ophangen. Die hebben we gisteren opgenomen, voor de eerste keer met collega Friso. Dat was zijn tv-vuurder ook. Dus die komt komende week online. De Vive Pro VR-headset, die gaan we komende week opnemen. We nemen hem meestal gewoon in batches op, dus meestal doen we er een paar achter elkaar. En dan uiteraard 3 keer per week gaat het online. Maar toch leuk dat jullie allemaal komen luisteren naar hoe wij een blaadje maken en een artikel maken. Want, hardware info, het lezerspanel. Vrees niet, ik ga het ook vertellen hoe we een blaadje maken. En als er vragen zijn, stel ze tussendoor gewoon, vind ik helemaal niet erg. Maar wij hebben een samenwerking met een uitgever, Hub Uitgevers, waar wij al wat mee deden met qua aanlevering van artikelen voor hun titels. En die hebben toen gezegd, zullen we samen een blaadje gaan maken. Specifiek voor mensen die echt het nijtje van de kous willen weten op het gebied van hardware. En dat zijn we gaan doen, en dat ook al hebben we de noodzaak nu niet meer, want inmiddels schijnt dat internet ook best succesvol geworden te zijn, maken we het nog steeds, want wij vinden het leuk, onze lezers vinden het leuk, want het is een best. Maar dat betekent wel dat we moeten werken met tests die niet te vroeg, maar ook niet te laat moeten starten, waarvoor we aanvragen moeten doen, moeten wachten tot de producten binnen zijn. En dan is een PR-medewerker op vakantie en heeft die aanvraag lekker laten liggen en de collega heeft het niet opgepakt en je wil niet weten wat voor excuus je al maakt, maar dat betekent dat je producten meestal pas na een week of 2, 3 daadwerkelijk aan het arriveren zijn. En ondertussen heb je hopelijk je planning goed genoeg geworden dat de testlab aan de duim draaien is. Want dan ben je echt verkeerd bezig. Maar we doen het al een paar jaar, dus dat komt wel goed. Maar die test die begint dus altijd later dan je wil. Dan duurt die langer dan je wilt. Dan blijkt dat de resultaten toch wat gekke hiaten vertonen. Waardoor je bij bepaalde producten even met de fabrikant moet bellen. Een tweede sampletje moet krijgen, moet ook getest worden. En de deadline komt maar dichterbij en dichterbij. En voor je het weet, zit je heel gehaast een artikel te tikken omdat ik aan je bureau sta en vraag wanneer het af. Dan ga je niet voor het eerst. Je gaat naar een vormgever en die heeft dan ongeveer 3 weken de tijd om het hele blad op te maken. Als je de grafieken gaat maken van dit product presteert 10 keer zo goed als alle andere producten. Een enorm verschil, maar toch, het is een handig plaatje bij de introductie hier. Is een product nog toegevoegd. Bij de Android tablets was in de eerste versie stond er nog een woordaanduiding in de tabel bijvoorbeeld. Nou, die hebben we ook maar weggehaald. Opteen verhaal was in de eerste versie, op het scherm valt het wel mee, maar dit was heel slecht leesbaar in druk. Dus dan zeggen we van, haal het maar een beetje weg, dan staat het beter op wit. Sowieso op vele verzoek van onze lezers hebben we het tabel bij ons. Het is prima geweest om mij te ondersteunen. Nou, ik ben Nino Kwee, ik ben verantwoordelijk voor alle key accounts in de Benelux. Dus de klanten waar jullie waarschijnlijk spullen kopen, die manage ik. Bijvoorbeeld. Ik ben hier vandaag om jullie bij te praten over een aantal key producten. Achter dat groepje mensen daar hebben wij ook nog twee nieuwe keyboards.
wat beginningmuizen, een paar headsets en twee kasten. Het bestaat uit twee producten. Die kun je loskoppelen ook. Dit is onze draadloze K64. Van TKL. Een beetje mee in het thema. Die kun je gewoon loskopen en gebruiken. Kan je het voor gaming gebruiken of voor werk? Ja, dat versta ik niet. Nee. 100 euro. Oké. Gaat over ongeveer 16 per week. Dat is het enige. Weet je wat de enige verbetering hier aan zou hebben? Als jij nu al uren zo aan het spelen bent, je hebt last. Ja. Dus stel dat dat Porsche hebt, dan moet je hier nog een handje in horen of iets dergelijks. Ja. Misschien dat het gedeelte hier wat zo hier ondersteunt. Oh, zo bedoel je. Dus ergonomisch. Ja. Dat zat ik ook aan te denken. Nee, maar ze zat niet altijd zo woord hebben om zo te kunnen maken. Dus als je zeg maar hier iets aan zou. PC, Corsair One. Hij is al heel nieuw, al jaren op de markt. Volgend jaar was hij hier. Ja, klopt. Maar we hebben ook een Pro-editie en mooi ding zo. Ja. Klik. Ja. Dat je daar ook kan steunen. Ja. En dat je wat gewicht. Nee. Marsbar. Dus ik denk wel kan ergonomie. Dus dat. Ja. Ik ben van huis uit techneut. Ik heb een commerciële functie. Dat betekent dat ik over het algemeen alle vragen wel kan beantwoorden die van jullie komen, zowel op techniek als op commercie. Ook in retail, wij vinden dat u recht heeft op gratis updates. En dat doen we zo lang mogelijk. Vragen, ja, hoe lang is dat lang? Totdat het in de flash past. Er zit een flashgeheugen en op een gegeven moment is die flash vol. Dus ook al zouden wij het willen, we krijgen het er niet in. Dus dan moeten we zeggen, oké, nu kunnen we geen nieuwe firmware meer voor dit product specifiek. Je bedoelt dat die updates te groot gewoon algemeen op de updates te groot. Wij krijgen sources van chipfabrikanten. En die sources die worden algemeen niet kleiner, worden altijd groter. Nou, wat AVM doet, want wij willen altijd de source code hebben. Wij willen niet dus de beeld zetten, we willen de source code hebben. En dan halen we stofkam doorheen en gooien we alles eruit wat we niet nodig hebben. Maar vaak blijft er toch nog steeds meer over dan dat die in eerste instantie was. Ja. En dan past hij niet meer erin. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, helaas pindakaart, maar dat past niet meer. Maar hoeveel werkt dat? Per product verschillend. Dus geen standaard. Ik bedoel die Facebook zelf. Ja, de grotere hebben dan 512 MB. Dus dat is gewoon wat groter. Maar de kleinere die hebben absoluut minder. Het is tegenwoordig ook dynamisch, dus dat geheugen kunt u als gebruiker gebruiken. Maar kunnen wij dus één geheugen, we kunnen mee erheen schuiven. Ja? Oké. Wat ik al zeg. Ontwikkeling en de kennis. Ik zit in Berlijn. Het grootste deel van onze 700 medewerkers zit in Berlijn. We hebben een kantoor verder west in München, in Frankfurt. Er zitten een paar mensen in Oostenrijk, een paar mensen in Zwitserland, Italië en zoals gezegd in de Benelux. Dat is een beetje waar AVM zich op focust, op die markt. En Duitsland heeft ongeveer heeft meer dan. Laat ik maar heel voorzichtig houden. Bijna 3/4 van alle internetaanbieders in Duitsland hebben een Fritzbox. Oké, netjes. Waar doen wij dit? Wij doen dit op een ADSL-lijn, op een VDSL-lijn, VDSL-bonding, VDSL-supervectoring-bonding, VDSL enzovoort enzovoort enzovoort. Kabel, DOCSIS, doen we in Nederland beperkt. In Noord-Nederland zit er een partijtje, zeg maar, DOCSIS-producten van zeven glasvezel. Hebben we een hele regio zitten. In sterk midden Drenthe, de Wolde, die omgeving zit allemaal Fritzbox in. Het beste uit twee werelden. Soms is wifi beter en soms is powerline met wifi beter. Het ligt eraan van hoe zijn mijn dik zijn mijn muurtjes, wat zit er tussen, wat doen mijn buurtjes, etcetera. We hadden net een leuke vraag van iemand van 5 gigahertz. Ja, we hebben gewoon ervaring gemeten, in bepaalde regio's in Nederland is 5 gigahertz een droom. En waarom? Wie weet dat? Waar we extreem veel last van hadden, hebben ze gewoon bijlen.
Daar zit blijkbaar een of ander radar ding in de buurt. En op een gegeven moment, dat is mooi als je dan een beetje analyse doet. Hé, het is allemaal omgeving bij, hoe kan dit? En toen zijn we gaan verder zoeken en blijkt dat een of ander radarstation zit. Ja, dan heb je extra veel last, want dan worden die banden geblokkeerd. Wat er dan overblijft, wilden we allemaal gaan zitten. Dus dan krijg je slechte ervaring op 5 gigahertz. Nou, we willen hier een mesh introduceren. Nou, wie heeft erop gelet? Wat moeten we doen? Heel goed. En we zijn klaar. Nou, bedankt. Ja, bedankt. De meterkast is echt het probleem wat we hebben in de Nederlandse omgeving. Want eigenlijk is per de facto is de meterkast de meest beroerde plaats om een router te plaatsen. In een van de eerste sessies zei iemand, ja, ik vind een hele goede plaats. In eerste instantie denk ik, waarom dan? Een draadloze deurbel met zo'n wifi en dat is perfect. Ja, dat snap ik. Prima deurbel, maar de rest is wat minder. Maar het is wel een feit, hè, in Nederland. Bijna alle routers worden gewoon gemonteerd in de meterkast. Ook met wifi. Dat is niet per de facto de beste plaats. Mesh is voor ons alles kan zien wat zit er, wie communiceert met wat, op welke snelheden, etcetera. Het mooie daarvan is ook dat als de router geleverd is door een provider, dan heeft de provider in theorie, mits daar dus de allerlei dingen weer aan hebben, de juiste vinkjes staan, zou die u als consument kunnen adviseren van, hé, u heeft een probleem, hè, u belt, mijn internet is stuk, meestal dus de beste vraag die altijd komt als een provider gebeld wordt. Het internet stuk zijn gebeurt heel veel en dan kan de provider ook helpen om de consument weer online te krijgen, een verbinding te herstellen, etcetera. Hoe ziet dat eruit? Dit is het plaatje wat de consument ziet. En hier zie je dus de repeaters zitten, hier zie je een tweede flitsbox zitten met powerline producten en alles zit, kunt zien wat zit waar, op welke snelheid en hoe. En wat ik al zeg, het is niet bij ons alleen maar de mesh via de wifi, maar ook via de powerline producten en voor alle smart home producten. We maken het nog mooier, zit er nu nog niet in, maar dat is een beetje, ik vind het al hard weer even moeilijk om te vertellen over de toekomst. We zijn ook bezig om te kijken of we meerdere WAN-verbindingen zeg maar, in de mesh kunnen krijgen. Met andere woorden, ik heb één. Voorbeeld ADSL router, ik heb ook nog ergens een kabelrouter. Laat nou de fritsbox bepalen dat ze dus allebei gezien worden en dat je dynamisch via de een of de andere naar buiten kunt. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. Daar staat Frits voor. Dus echt voor die intelligente dingen doen met software, wat we toen straks al gezien. Ja, wat is het hoogste wat jullie hebben gehaald dat hij het ook nog deed? 7 ja, die Super 3 7, misschien doen we 7-1 graden. Doen. Oh, ja. Leuk dat jullie er allemaal waren. Wat mij betreft gaan we er ook echt een traditie van maken en gaan we dit volgend jaar gewoon weer doen. En was er een wedstrijd van Porsche, maar volgens mij is die sessie nog bezig. Als ijs afkoelt, als het water wordt, dan heb je daar last van. Maar er zit heel veel ijs omheen, dus dat is niet zo erg. Het probleem is, als je straks een contact verliest, waar we het eerder over hadden, met die dieren, dan moet je gaan opwarmen. Maar dan komen de problemen. En dan kun je gewoon alles potentieel opwarmen. Als je water over je componenten hebt. En zo moet je alles, moet je je bord de voeding eraf halen. Ja, dan moet alles eraf, dan moet het even in de oven. Dan kun je bijvoorbeeld een paar minuutjes op 40 graden. Er is soms nog één ding. De vrienden van Corsair hadden een gedurende dag waar ze begonnen met een prijsvraag en daar konden we een mooie gamestoel winnen. En de vraag was, hoe heet de nieuwste software van Corsair? Nou, dat weet natuurlijk iedereen. Dat is IQ. De winnaar is, ik heb hem willekeurig gepakt, er is geen notaris bij, dus als je het er niet mee eens bent, jammer dan. De winnaar van de stoel is Ronald Vrij. Ja, dan ben je weg. Ja. Zet je nog een vraag in de sessie, de twee dames die ook in het begin bij de entree stonden. Misschien als ze heel hard klappen dat ze het onder horen. Ook nogmaals dank aan de 9 fabrikanten die hier vandaag waren. Enerzijds omdat ze natuurlijk het evenement mede mogelijk maken. Anderzijds omdat ze natuurlijk allemaal mooie workshops en sessies en demonstraties hadden voorbereid. Ik heb veel blije gezichten gezien, dus volgens mij was het leuk. Jullie allemaal voornamelijk bedankt voor het komen. Wij vinden het echt onwijs leuk om dit te doen. Ik zei het vanochtend al, we hebben het vorig jaar eigenlijk eenmalig gedaan omdat de Hardware Magazine 15 jaar bestond. De reacties waren dusdanig positief dat we dit jaar dachten van laten we het nog maar een keer doen. En ik denk dat we nu inmiddels echt wel een goede basis hebben gelegd om hier gewoon maar een jaarlijkse traditie van te gaan maken. Dus hou de mail en de aankondiging in de gaten. Het zou zomaar kunnen dat we dit volgend jaar nog een keer gaan doen.
allebei nog een goodiebag. En fijn wijselijk en tot volgend jaar.